Heel veel van de zittingsdagen bent u ook aanwezig geweest. Ja. Wat voor beeld kreeg u nou van de heer Hoijmaijers tijdens die zittingsdagen? Nou, hetzelfde beeld als hij anders heeft. Heel agressief bijna. In ieder geval zich er steeds mee willen bemoeien. Wat er door het OM met name gezegd werd. En een beetje ook ruzie maken met het Openbaar Ministerie. Schrok u er nou van wat u allemaal heeft gehoord? Nou, niet van de eerste twee dagen, maar gisteren was dus de rechtelijke uitspraak. Daar schrok ik zeer van, want door de rechtbank bewezen feiten zijn natuurlijk zeer ernstig. Er is een lichtpunt, wat mij betreft, dat er niet is gebleken van enige betrokkenheid van enige persoon bij de provincie Noord-Holland. En dat is ook goed om dat te constateren. Ja, want een heleboel mensen vragen zich natuurlijk wel af in de tussentijd van hoe heeft het nou kunnen gebeuren dat Ton Hoijmaijers blijkbaar in zijn eentje zo heeft kunnen handelen zonder dat u en ook medegedeputeerden, provinciale staatsleden, niemand er vanaf is? Nee, maar dat is denk ik het kenmerk van een fraudeur. Iemand die het in het geniep alleen regelt met zijn tegenpartijen. Een fraudeur wordt af en toe wel ontmaskerd, maar is verder niet herkenbaar. Want zo ziet u de heer Hoijmaijers nu ook als een fraudeur? Nu wel, de rechter heeft geoordeeld. En ik moet aannemen op goede gronden hebben ze hem schuldig verklaard aan niet geringe feiten. Dus dan heeft hij voor mij is dat dan een fraudeur. Ik kan me voorstellen als je dan misschien gisteren thuis komt naar zijn uitspraak dat u misschien nog eens terug gaat kijken van heb ik ooit een keer het idee gehad van hey, hier is iets niet in de haak met de heer Hoijmaijers? Nee, dat idee heb ik niet gehad. Wel heb ik hem in het algemeen en verschillende keren gewaarschuwd om niet te veel om te gaan, te close te zijn met vastgoedhandelaren, met projectontwikkelaars. Dat hebben overigens ook andere gedeputeerden wel gedaan. En nou, ik heb vernomen ook wel een paar ambtenaren. Maar dat heeft niet geholpen. En ik begrijp nu ook waarom niet. Omdat er ook werd gezegd, hij intimideerde ook mensen. En dat misschien de boer heeft tegengehouden. Nou, daar wil ik geen uitspraak over doen. Dat is een speculatie. Maar hoe ziet u het dan? Want waarom is het dan nooit echt verder dan aan het licht gekomen? Omdat hij wilde die contacten natuurlijk niet verliezen. Omdat hij daar op een niet-legale wijze contact mee had. Dus hij moest wel contact houden op zijn buitenlandse reizen en dergelijke met deze mensen. Maar u zegt dus van ik heb wel eens aangesproken van hou afstand. Hoe deed dat en hoe reageerde hij dan? Daar had hij niet veel voeding voor. Ik denk dat het wel een beetje geholpen heeft. Maar zoals gezegd, hij had contact met die vastgoedhandelaren en anderen. En die contacten moest hij hebben, wilde hij de fraude kunnen voortzetten. Bent u boos op Ton Hoijmaijers? Ja, ik ben wel boos op hem, omdat wij nu zo'n jaar of vier naast elkaar gezeten en zaken gedaan, ook andere gedeputeerden. Maar ik ben nog bozer, denk ik, op de VVD. Want het is begonnen in Amsterdam. Het heeft zich voortgezet op provinciaal niveau. En de VVD heeft niet een goede selectieprocedure kennelijk willen voeren. Ik herinner me nog een uitspraak van de heer Job Cohen toen hij bij ons gedeputeerde werd. En hij zo een beetje lacherig, sarcastisch zei, nou veel succes met Ton Hoijmaijers. Men wist dus wel in Amsterdam wat voor vlees men in de kruip had. Men wist niet van zijn fraude, maar men wist wel wat er aan hem had. En de VVD heeft het allemaal toegelaten in zijn selectieprocedure. Ik hoop dat ze zich gaan bezinnen hierop. Want denkt u dat er ook dan structureel iets mis is binnen de VVD? Want je hoort natuurlijk wel meerdere van dit soort gevallen bij de VVD. Waarvan iemand verdacht wordt van corruptie bijvoorbeeld. Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Natuurlijk lees ik ook de kranten en ik zie ook wel andere gevallen. Maar of het structureel binnen de VVD is niet. Ik beperk me nu tot de selectieprocedure van de Amsterdamse en de provinciale afdelingen van de VVD. Denkt u dat dit soort zaken binnen de provincie nu niet meer voorkomen? Want er wordt nu heel gesteld van we hebben een onderzoekscommissie gehad, schoon schip. Daarvan hebben we geleerd. Denkt u dat dit nou nooit meer zou kunnen gebeuren? Nooit is er wat overdreven, maar voorlopig echt niet.